Dag wijnbouwvrienden, welkom op een nieuwe video van Tom's Wijngaard. We zijn aangebroken aan de periode waarin de druiven kleur krijgen, alvast de rode druiven. De suikers stijgen in de druiven en de zuurtegraad neemt af. En daarover ga ik deze video gaan hebben, verkleuring van de druiven en wat je moet meten in deze periode. Zo wijnvrienden, ik ben hier in mijn wijngaard en je zult zeggen, er is hier een soort wielerwedstrijd aan de gang, waarbij er reclameborden geplaatst worden. Nee, het is zwart-wit folie die ik in de troszone geplaatst heb om ze te beschermen, om de trossen te beschermen tegen de zon. Professionele wijnbouwers die gaan soms hun insectennetten dubbel hangen, zodanig dat het UV-licht van de zon gefilterd wordt. Ik heb last van zonnebrand. Ik ga eens tonen wat het is. Vorige week, vrijdag, ja, 2 weken geleden vrijdag eigenlijk, had ik, na een hele warme dag, ik was nog met vakantie, ben ik thuisgekomen en heb ik geconstateerd dat mijn druiven aan de westkant, ik weet niet of het hier goed kan zien, aan de westkant verbrand waren. Hier zie je dat bijvoorbeeld, heel jammer. Dus heb ik besloten om aan de westkant een wit plastic te gaan spannen. En dat heeft eigenlijk de rest van mijn druiven beschermd. Het is heel succesvol. We hebben intussen al een paar dagen van 35 graden erop zitten. En een combinatie van warmte en UV-licht zal de schil van de druif eigenlijk gaan verbranden. Als de schil beschadigd is, kan ze ook wespen aantrekken en dan zit je met een groot probleem. Je kunt baking soda, dat is bakpoeder, dat moet je maar eens opzoeken, baking soda, gaan gebruiken zodanig dat de aangetaste druiven eigenlijk gaan verschrompelen. Maar je ziet op de oostkant heb ik bijna geen last van zonnebrand. Maar zoals ik al zei, we zitten in de stade veraison, noemen ze dat in het Frans, de verkleuring. En dan is het belangrijk dat je een aantal zaken gaat opvolgen. Maar eerst zal ik eens mijn druiven tonen. Dit zijn de compacte trossen Johanniter met beperkte schade van de zon. Dit zijn compacte trossen. Als je bijvoorbeeld naar de regent gaat kijken, ik zal eens een trosje regent tonen, die staan hier iets verder. Ik dacht dat het Johanniter was toen ik de stok uitplantte, maar intussen is het duidelijk dat dit regent is. Dit zijn inktzwarte druiven aan het worden. Je ziet hier en daar nog een beetje een groenere druif, maar deze zijn echt al redelijk zwart. En je ziet dat de trossen hier luchtiger zijn, minder compact, meer trosvorm, er is meer ruimte tussen de bessen. En dat is een belangrijke, want botrytis is een schimmel die zich op je druiven gaat zetten, die je druiven doet openbarsten of die je druiven doet uitdrogen. En dat is niet de bedoeling. In bepaalde regio's in Bordeaux maken ze gebotrytiseerde zoete wijnen, maar dat is een heel ander verhaal. Dat is bij het rijpen eigenlijk dat de botrytis optreedt en een positief effect heeft. Maar hier in mijn regio maak ik geen zoete wijnen en is botrytis zeer schadelijk. Met compacte trossen, dat heb ik vorige keer gezegd bij de sluiting van de trossen, moet je dus nog eens heel goed gaan behandelen. Met zwavel, koper, essentiële oliën en bladvoeding. De bladvoeding zal het niet doen, maar ik doe er ook bladvoeding bij. Om de druiven te gaan maken, om de druiven goed gezond te houden, om het blad ook heel goed gezond te houden. Nu met de hitte zie je zonnebrand, ook op de bladeren. Als je schade ziet van buiten naar binnen, dan mag je er meestal van uitgaan dat het zonnebrand is. Als het van de nerven naar buiten gaat, dan is het meestal een gebreksziekte of een andere ziekte. Gebreksziekte is een tekort aan stikstof of fosfor of ijzer of andere voedingsstoffen. Goed, waar waren we gebleven? Botrytis, ja. Dat moet je natuurlijk meester blijven. Ik zal nog een aparte video maken over het behandelen van je wijngaard tegen schimmels. Dat is echt een apart verhaal. Moet je heel goed beheersen of al je inspanningen gaan verloren. Ondertussen ga ik eens naar mijn Chardonnay-druiven lopen. Deze verkleuren natuurlijk niet, maar die worden wel een beetje geler. Als ze rijper worden, maar dat zie je alsnog niet. De Johanniter druiven zijn nu al veel rijper en zijn ook nog groen.
maar zit ook al een kleine gele neerslag op. Deze druiven moet je eigenlijk vanaf de veraison, dus als je rode druiven hebt, of je ziet dat je witte druiven een beetje zachter worden, en dat voel je meestal aan de bovenste druiven, dan moet je ook beginnen meten. En meten is weten natuurlijk. Ik ga wekelijks, zeker in deze fase nog, het kan zijn dat ik het meer frequent doe, naarmate de oogstdatum gaan naderen, de suiker, het suikergehalte meten in je druiven, en de aciditeit, het aantal zuren in je druiven. Het zuur wordt uitgedrukt in pH. Je kunt ook wel een labotest doen, een titratietest doen, waarin dat je met blauwloog werkt en dat je het aantal gram wijnsteenzuur of het equivalent gram wijnsteenzuur gaat meten. Maar het makkelijkste is om eigenlijk met een pH-meter te werken. Ik zal die straks eens tonen. Ik ga trouwens ook nog een video maken waarin ik de metingen doe, dat je ook kunt zien wat ik juist meet en wat ik er juist mee bedoel. Het is belangrijk, ik ga nog eens terug naar de johanniterdruiven, die zijn om dat kleur te tonen. Maar eigenlijk, ja, je ziet dat ze een ietsiepietsi geler zijn. Je ziet natuurlijk ook de zonnebrand hier op de oostkant. Maar goed, ik hoop nog voldoende druiven over te houden. De aangetaste druiven zullen verschrompelen en rozijntjes worden. Die gaan we eraan afhalen, gaan we zeker niet gaan verwerken tot wijn. Dat heeft geen zin. Hier. Dus deze druiven starten met heel veel zuren, enorm veel zuren. Ik heb de Chardonnay gemeten, die hadden vorige week vrijdag, dus dat is 3 dagen geleden, een pH van 2,5. Dat is heel zuur, dat moet je maar eens natrekken. En ik beoog eigenlijk een pH van 3,1, 3,2, maximum 3,3. En anderzijds zit hier in deze druiven, heb ik ook de suiker gemeten. En deze hebben momenteel 6 brix. Brix is een eenheid waarin dat densiteit bepaald wordt. En de densiteit wil zeggen de hoeveelheid suiker in de druiven. En 6 brix is het equivalent van ongeveer 3 graden alcohol. Dus mocht ik die nu vergisten, dan heb ik 3 graden alcohol. De regent had 12 brix. Dat zou een equivalent zijn van 6% alcohol in mijn wijn. En hier de Johanniter had 9,5 brix. Zou ongeveer 4 à 5 graden alcohol geven. Ik zou de tabellen er nog eens moeten op naslaan. Maar het is momenteel zeker nog niet het moment om te oogsten, want het zuur is te hoog. De pH moet stijgen. pH stijgen is eigenlijk minder zuur worden. Het is een beetje een contradictorische maatstaf. Maar in ieder geval, ik ga deze oogsten op 3,2 pH. Ik ga ook proeven. En als de pitjes, dat is ook belangrijk, er zitten natuurlijk pitjes in de druiven. Als de pitjes mooi van het vruchtvlees komen en de pitjes bruin zijn en knapperig en niet taai, en ook niet astringent. Astringent is bitter, droogtrekkend in je mond. Dan ga ik oogsten en dan heb ik hopelijk een potentiële alcohol van 12 of zo. En dat is eigenlijk wat we beogen. Ik ga nog eens naar de rest van de druiven gaan. Dus de regent hadden we al gezien. De zwarte druiven. De Chardonnay hebben we ook al gezien. Ik heb hier ook nog Chardonnay druiven. Dus die zitten nog die zitten achter op regent en johanniter. De Pinot Noir, dat is eigenlijk de grote liefde die me ieder jaar weer afwijst. Heel weinig druiven. Ik weet niet wat ik ermee ga doen. In mijn planning staat een vraagteken. Gooi ik ze bij de Chardonnay om een blend te maken van Pinot Noir en Chardonnay? Ga ik ze apart vinifiëren? Ga ik er schuimwijn van maken? Dat ga ik ook nog in een volgende video toelichten, welke keuzes ik maak in welke wijn. Dit is hier ook nog een rijtje johanniter. Mooie druiven, compacte trossen, heel veel sap. Ik hoop dat ze ook allemaal zullen resulteren in lekkere wijn. En om een tipje van de sluier op te lichten, ik hoop hiervan een lekkere pétillant naturel te maken. Dat is een schuimwijn
met hergisting, niet met hergisting op fles, maar dat zal ik later uitleggen. Dat is allemaal een beetje technische uitleg. Hier zitten ook nog Chardonnay druiven. Achter dit plastic, ga ik even kort, is vergelijkbaar met deze druiven. Chardonnay is dus beter gelukt als Pinot Noir, maar als de grote liefde van mijn leven me blijft afwijzen, dan zal ik daar vrede mee nemen en ook een beetje afstand. Zo gaat dat in het leven. Dit is ook nog Johanniter. Mooie compacte trossen. Hier heb ik op de noordoostzijde zelfs ook wat zonnebrand. Aangezien dat er hier vanuit het oosten toch ook heel wat zon aan kan. Maar het is beperkt tot een aantal trossen. Ik ga heel veel meer druiven hebben op als vorig jaar. Ik ben heel benieuwd hoeveel wijn ik hier had kunnen van maken. Super benieuwd eigenlijk. Ik heb hier, ik ga naar de andere kant. Ik hoop dat jullie het allemaal nog boeiend vinden. Maar het is een van mijn grote passies naast de moestuin. Hier zie je uien dat ik geoogst heb. Nog Johanniter. En tot mijn grote verbazing staat hier ook weer een regent tussen. Jozef had ze nogthans allemaal mooi op een rij staan. Maar ik denk tijdens het transport. Deze stokken komen van een meneer die mij wijn heeft leren maken. Of toch de basisbeginselen uitgelegd. Die was 90 jaar. Die is vorig jaar in maart overleden. En die stokken stonden bij hem. Want ik kan op 2 jaar tijd geen zo'n mooie dikke stokken hebben. Er zijn een aantal die het niet overleefd hebben. Die heb ik vervangen. Ik ga een voorbeeld geven. Dit hier. In de plaatsen waar rode wijn staat, heb ik ze vervangen door Pinot Noir. Dus als ik afscheid moet nemen van Pinot Noir, moet ik ook nieuwe stokken gaan aanplanten. Hier waren ze heel slecht aangepakte regentstokken. Dus hier staan nog 6 nieuwe Pinot Noir stokken. Hier staan er ook nog 6, maar hier staan ze per 2. Het is telkens 2 rijen, 1 rij, 2 rijen, 1 rij. Ze staan een beetje dicht op elkaar, maar met dit weertype ben ik daar zelfs heel blij om. Ze houden elkaar een beetje uit de schaduw. Dus hier heb ik ook nog rode druiven. Dit is de enige plaats waar ik ook zonnebrand heb op mijn regent. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de uitgang van de serre, waar hier constant warme lucht uitgeblazen wordt, op de druiven gaat gaan schijnen. Dus hier ga ik dus deze week vrijdag, dus nog 5 dagen, nieuwe metingen uitvoeren. Je ziet dat deze druiven, in tegenstelling tot de vorige regent die ik in het begin van de video toonde, minder inktzwart is. Die staan minder ver in de rijping. Dus ik moet ergens, wat ik eigenlijk ga doen, dat is ook belangrijk. Als ik een meting doe, ga ik van regent hier bessen plukken. Ik ga bessen plukken van op de schouders van de druiventros. Ik ga er op het einde van de druiventros meten. Ik ga er aan de zonnekant, aan de niet-zonnekant gaan nemen. Zodanig dat ik eigenlijk een mix ga meten en niet individuele druiven. Want dat kan een heel vertekend beeld geven. Om met mijn pH-meter de druiven te meten heb ik ongeveer 15 druifjes nodig. Dus ik ga die gaan plukken rond de moestuin. Ik ga bijvoorbeeld hier, bovenkant van de Johanniter, hier 1 druif plukken. Ook hier dan op de binnenkant van de plant eigenlijk ga ik onderaan eentje plukken. Dus een goede mix. En dan ga ik eigenlijk met een aantal meettoestellen, de zuurtegraad en pH. Dat is de pH. Het wordt een beetje warm, dus in mijn hoofd wordt het ook een beetje warm. Zuurtegraad en pH gaan meten. Ik toon nog even de toestelletjes die ik gebruik. Dat is een refractometer voor. Ik ga het even mijn camera op statief zetten. Zo, dit is een refractometer en dit zal de suikergehalte gaan meten in mijn druiven. En met het suikergehalte weet ik ook de potentiële alcohol. Ik val soms in herhaling, maar het is belangrijk dat jullie dat goed begrijpen. Dat de suiker stijgt en de zuurtegraad daalt. En waar ze elkaar tegenkomen, kun je eigenlijk ideale wijn gaan maken. Maar bovenal, heb je bijvoorbeeld nog geen goede
smaak in je druif. Of komt het pitje niet goed los van het vruchtvlees, dan wacht je nog even. Maar dan kan het zijn dat je een beetje moet aanzuren, omdat je dan eigenlijk de rij op een later op een hogere rijpingsgraad gaat oogsten en je zuren eigenlijk al een beetje gezakt zijn. We gaan hier een aantal druppeltjes op dit plaatje doen. Dan kun je eigenlijk in de zon kijken, in een verlicht bolletje, hoeveel, met een maatschaal op, hoeveel suiker er in je druiven aanwezig is. Een pH-meter, dat is heel simpel. Dit is een toestelletje waarmee je de pH kunt meten. Je kunt hier onderaan zitten een receptor en die gaat eigenlijk de pH weergeven. Ik gebruik het ook voor mijn zwembadje voor de kindjes en er zit ook een thermometer in. Een handig toestelletje die ik dus vrijdag zal tonen hoe ik het ga gebruiken. Ziezo wijnvrienden, ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden, dat jullie het niet langdradig vonden. Ik ga jullie op de hoogte houden van deze teelt. In een volgende video zal ik nog de wijnstijl gaan bespreken die ik wil gaan maken. En ga ik ook nog een video maken over hoe je zuur en suiker meet. Belangrijk in deze fase. Er komt ook nog een video over gewasbescherming, vooral de schimmels die ik ga behandelen. Wanneer je moet spuiten, wat je moet spuiten en dergelijke meer. En ik blijf mijn teelt opvolgen. De vinificatie zou ik ook zeer graag filmen, zodat jullie zien welke stappen ik onderneem. Dat is altijd een drukke periode. Dat is altijd, je moet heel goed de timing voorzien. Dus ik hoop dat ik dat ook heel goed in beeld kan brengen. Maar dat kan ik nog niet beloven. Ik doe mijn best. Zo, bedankt voor deze keer te kijken. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En vink aan dat je een melding wilt ontvangen als er een nieuwe video is. Zo blijf je op de hoogte van mijn wijngaard. En ook van mijn moestuin. Bedankt voor het kijken. Tot later. Bye.